Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dit is een van de albums die ik laatst heb gekocht bij Old School Toys. Een Spider-Man Extra. En ik wou je gewoon eventjes wat dingetjes laten zien hieraan. Dit is in de periode dat Peter Parker het zwarte kostuum heeft, het alien kostuum. En ik vond het er heel gaaf uitzien in dit album. Sowieso moet je kijken naar deze pose. Ik heb wel het idee dat dit been een beetje buiten proporties is, maar verder vind ik het wel een gave tekening. En dit is, ja, het gezicht van Captain Marvel en Monica Rambeau Captain Marvel, niet Carol Danvers. Voor de duidelijkheid. Het is Marvel Team-Up 142 en 143. Het is bijna het einde van de run. En Craig LaRocque heeft de tekeningen gedaan en David Michelinie moet ik zeggen, is de schrijver hiervan. Het gaat eigenlijk over een team-up tussen Captain Marvel, deze Captain Marvel dus, en Spidey, omdat deze gast een machine heeft gebouwd waarbij die 1 miljard mensen van de aardbodem gaat doen verdwijnen. En het idee van die machine is eigenlijk om de aarde daarmee te redden, om de overbevolking tegen te gaan. Dat is een beetje een Thanos-achtige idee, wat we hebben gezien in de MCU ook. Ook al zou Thanos met een knip van zijn vinger zo'n beetje ons ontdoen van de helft van het leven in het universum. Dus 1 miljard mensen is een peulenschil erbij vergeleken, zou je zeggen. Maar goed, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Dit is een leuke sequentie. Dat kostuum van Spider-Man kon namelijk allerlei kleding nabootsen wat hij in zijn hoofd had. En hier zie je het dus ook veranderen. En ik vind dat soort veranderplaatjes erg leuk. Nou is Craig LaRocque niet de beste tekenaar die Marvel ooit heeft gedaan. Maar het is een stijl die ik dan altijd heel verdienstelijk wil noemen. Want dat is hij ook. Want het communiceert heel duidelijk wat de bedoeling is in het verhaal. En er zitten ook hele leuke tekeningen tussen. Ik vind het vooral leuk hoe hij de bewegingen van Spider-Man tekent, zoals hier. En op de een of andere manier ziet hij er nog spinachtiger uit, vind ik, Spider-Man, als hij dat prachtige zwarte kostuum dus aan heeft. Maar goed, uiteindelijk wordt de boosdoener wel tegengehouden. En de machine ook soort van. Maar het gaat niet helemaal goed, waardoor Captain Marvel in haar lichtstraalvorm blijft en niet meer kan terugveranderen in haar normale lichaam. En daarom moeten Star Fox en Spider-Man naar een andere dimensie reizen om die machine die daar naartoe getransporteerd is ook uit te zetten en kapot te maken. Dit vind ik ook weer zo'n mooi plaatje gewoon, hoe Spider-Man eruit ziet. Ik vond dit echt een hele leuke periode van Spider-Man. Ik vond het zwarte kostuum ook fantastisch. Jullie weten natuurlijk dat later dit alien kostuum een onderdeel wordt van Venom samen met Eddie Brock. Maar er zijn ook niet zo heel veel verhalen eigenlijk in deze periode gemaakt. Een paar Amazing Spider-Mans en een paar Peter Parkers. En dan wat Marvel Team-Ups. Dus Spider-Man heeft maar relatief kort dit prachtige alien kostuum gehad. En later krijgt hij wel een stoffen versie daarvan, maar die kan bijvoorbeeld niet handige apparaatjes camoufleren. Dit is dan die andere dimensie waar ze naartoe gaan. Ze gaan deze dames helpen, want die gebruiken de machine als verdediging tegen een stelletje, ja, bad guys. En uiteindelijk zal Spider-Man degene moeten zijn die bad guy verslaat. En dan gaan we eventjes naar dat gevecht toe. Dit is ook wel leuk. Star Fox en Spidey die gaan over. Ze gaan op weg naar de tegenpartij, zeg maar. En Spider-Man zegt: Ik ben Superman niet. Ik vind het gewoon heel erg grappig. En nogmaals, ik vind het heel leuk hoe dat zwarte kostuum eruit ziet. Echt, ja. Deze knakker moeten ze verslaan. Will Killer heet hij. Het klinkt al niet als een heel erg gezellige kerel. Wat ik wel een beetje gek vind aan de tekeningen van Greg LaRocque, dat ik af en toe het idee heb dat die niet helemaal in de verhoudingen goed zijn. Want Star Fox en Spider-Man lijken wel heel klein vergeleken bij deze knakker. Terwijl het toch niet helemaal wordt aangegeven dat hij nou echt double-sized cheeseburger materiaal is. Even kijken of de bladzijde. Nou goed, uiteindelijk Star Fox die wordt ziek,
Omdat er zijn allemaal bacteriën in deze dimensie waar hij last van heeft. Of ziektekiemen, wat hij normaal gesproken niet heeft. Dat is het probleem. Als je naar andere dimensies gaat, dan kan je ziek worden. Ook weer een mooi plaatje. Ik kan dus vooral heel erg genieten toch van dit soort tekeningen ook. En hoe Spider-Man dan hier, ja, hoe de houding van zijn lichaam wordt getekend. Dat hij net wegspringt. En nogmaals, dat komt mooi naar voren door hoe dit kostuum eruit ziet. Dus geen slechte tekenaar, die Craig LaRocque. Minder dynamisch dan bijvoorbeeld bij McFarlane, om er iemand te noemen. En zijn storytelling, nou, het is allemaal gewoon in orde eigenlijk. Het is gewoon oké. Maar het is minder opvallend of dynamisch dan tijdgenoten. Spider-Man heeft het echt moeilijk met deze Will Killer, die toch wel wat groter lijkt dan onze held is, zo te zien. Maar nogmaals, ja, de verhouding tussen de lichamen is een beetje zoek, heb ik het idee. En nu dreigt hij te sterven, onze muurkruiper. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee, die gast die valt gewoon van de rots af en die valt zijn dood tegemoet. Want Spider-Man kan natuurlijk niet mensen doodmaken. Dat zou over de ethische, ja, het zou niet ethisch verantwoord zijn voor een superheld. En daar zou hij ook nooit mooi mee kunnen leven. Dus waarom afstorten en laten storten in de afgrond wat zijn eigen schuld is, dat mag wel. Dus dan is het weer opgelost. En omdat ze dus die bad guys hebben verslagen, hebben die dames de machine niet meer nodig om hun dorp te verdedigen. En zijn ze bereid om dat ding te vernietigen. Omdat vooral Star Fox, denken ze dan, zo heldhaftig is geweest. Ja, dat is gewoon wel heel grappig. En Captain Marvel is dan gewoon blij dat het gewoon weer allemaal goed is gekomen. Er zijn maar weinig mensen die hun leven op het spel zetten om een vriend te redden. Daarom uit de grond van mijn hart bedankt. Nou, dat is ook mooi. En hier zit Spider-Man dan weer heel gaaf. Dus het ging me eigenlijk vooral om de tekeningetjes en hoe het zwarte kostuum eruit ziet. Maar ik heb me ook prima vermaakt met deze Spider-Man extra. En op de achterkant er nog reclame voor het nieuwe web van Spider-Man. Dus dan weten we dat dit eigenlijk al een beetje oud is, dit verhaal wat hierin staat. Want hier, als het web van Spider-Man 1 verschijnt, is het zwarte kostuum al lang van Peters lijf af en neemt hij juist wraak op Peter. Is hij ontsnapt uit de Baxter Building. En dan hebben we die mooie tekening van Charles Fast. Wel even iets anders dan Greg LaRocque, zou ik zeggen. Ook al wil ik nogmaals meneer LaRocque ook weer niet afvallen, want ik heb me prima vermaakt met zijn tekeningen in dit album. Wat ik wel weer jammer vind is dat iemand dan €3 erop heeft gezet. Maar dat zijn niet de mensen van Old School Toys geweest, maar waarschijnlijk de winkel waar die eerst te koop was. Anyway guys, het is erg leuk om deze verloren verhalen uit het tijdperk van Spider-Man's zwarte kostuum weer eens te lezen en in dit geval voor het eerst te lezen. Dus ja, erg fijn. Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Ik ben wel benieuwd wat jullie vonden van de Alien Costume Saga. Dus uit de tijd dat Peter Parker nog met het Alien Symbiote rondliep. Ben ik erg benieuwd naar. Op naar de volgende vlog.